Zo, een van harte goedemorgen jongens en meisjes, dames en heren, welkom. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is alweer de donderdag aflevering van ons programma en we zitten reeds in de maand mei. De vijfde maand van het jaar, zijn er vrij, zijn er gevaarlijk snel, zijn er gevaarlijk hard. Dus heb je doelen, heb je targets, check je schedule even of je dit hebt schema. Of als je enigszins achterloopt of als je zelfs voor bent en je nog meer zaken bij kunt zetten op je to-do-list voor het jaar 2023. Nou, wat doen we vandaag in de Koffiepraat wederom? We hebben twee studiogasten met wie we zullen praten. Die zitten reeds aan en daar gaan we zo meteen mee aanvangen. Dus blijf gewoon lekker zitten en hou je schrap. Want ik ben daar Koffiepraat, Juan Fasikba. En het zal vandaag dus ook niet afwijken van wat we allemaal interessants te bieden hebben. Zoals we het elke dag doen, fietsen we langs de lokale dagbladen voor we starten. En kijken we wat voor positiefs nieuws we hebben. Want vaak genoeg weer jump on top de negativity. Maar natuurlijk gebeuren er ook leuke dingen, goede dingen, positieve zaken. Laten we beginnen met sport. Want met dat steeds Milobi Sport, sportdier. Wie is minister sportief uit Moroer? Want hij... ik vraag me soms af te melden in de spiegel, waar is het misgegaan? Maar goed, de dood heeft de oorzaak. Atletiek. Het nieuws is dat dus de zoon en dochter van oud-topatleet Tommy Asinga, Isam en Busiwa Asinga, een Surinaams paspoort gehad hebben. Men is een hele poos bezig geweest om de kroost van deze oud-topatleet te volgen. Die zijn namelijk niet geboren in Suriname, maar Tommy Asinga, nou een legend van de jaren 90. En hij heeft dus een Zambiaanse partner. De moeder komt uit Zambia en Tommy Asinga is Surinamer. Dus Soyashitaki, Wispepgrontapoe, Mitusrevi. En daar komen mooie dingen uit. En de kids doen naar atletiek. En doet het heel goed. Isam Asinga is een specialist op de 100 en 200 meter sprint. Zeer talentvol. Hij dook zelfs twee keer op een dag onder de 10 seconden op de 100 meter. En op 29 april liep hij zelfs onder de 20 seconden op de 200 meter, namelijk 19,97. Nou, de Surinaamse Atletiekbond volgt de verrichtingen al een poosje en heeft er dus veel aan gedaan om de atleten natuurlijk bereid te krijgen om voor Suriname uit te komen. De zus Busiwa Asinga is gespecialiseerd op de 400 meter. Nou, het proces heeft 8 maanden geduurd en het nieuws is nu dat beide atleten hun Surinaams paspoort ontvangen hebben. Tommy Asinga was niet zo lang terug in Suriname. We hebben ook gezien in het televisieprogramma op ABC Start & Finish, waar hij dus uitgebreid met Destiny Romeo gesproken heeft. Nou, hij is dus natuurlijk ook wel blij met deze ontwikkeling. En wat nu zal moeten gebeuren, is natuurlijk hard werken. Want ja, je vraagt de mensen natuurlijk om voor Suriname uit te komen. Maar we zullen ook nog het klimaat moeten creëren dat zij zich dus als topsporter kunnen bewegen. En hun uiterste en beste prestaties kunnen neerzetten. Tommy Asinga heeft in de jaren 90 verschillende records gevestigd. Hij is nog steeds de recordhouder trouwens, Amatap Long Omelangakba. Maar er staan nog steeds records op zijn naam. Hij is de recordhouder van Suriname op de 400 meter, de 800 meter... de 1500 meter en ook de Engelse mijl. En natuurlijk zijn we hier blij mee allemaal dat dit zo verloop heeft. Zo zie je maar weer, de kids hebben het in het bloed. Ze hebben het niet van een vreemde, want papa Asinga, die was ook een topatleet. Carlos, ik kan meer met je Tommy Asinga. Dan ben je de boy, Tommy Asinga, links en rechts. Hij was heel goed in wat hij deed. En zijn kids die hebben het dus niet van een vreemde. Laten we eens kijken internationaal. Er komen wat mooie internationale momenten aan. Waarbij dus dit allemaal meer gestalte zal krijgen. En wij hem natuurlijk voor u kunnen volgen. Op sportgebied volgt er natuurlijk de komende tijd meer. Want Jairzinho, Biggie Boy, Rozenstruik. Die vecht op 13 mei aanstaande. Tegen Jailton Almeida moet dat zijn. De Braziliaan een gevaarlijke opkomende vechter hier. Hè? En Biggie Boy zal aan de bak moeten. Ik appte hem nog gisteren en vorige week. Want we maken afspraak voor een interview. En dan gaat Biggie ook toe. Om hem te spreken over de voorbereidingen. Dus we hebben in de Koffiepraat komende week. Op een van de dagen sowieso Biggie Boy. Die met ons zal blikken op zijn voorbereiding en op het gevecht zelf. En Miguel Lucuda in beelden voor Jailton Almeida. Een gevaarlijk soort Brazil. Jonge opkomende vechter. Biggie is 9e in de top 10 van de UFC Heavyweight Division. En ik blijf erop hameren. U moet dat niet onderschatten. Want hij had wat setbacks. Maar ja, het is sport. Je wint soms, je lose soms. Je verliest niet, je leert. Weet je, maar ik zeg steeds. Als het zo easy was om voor anyone in de UFC te belanden. Dan hadden we niet één Biggie Boy.
maar daar hadden we 10, 20, 30. Dus dat een Surinamer nog steeds in die top 10 van de wereld op de 9e plek staat in de UFC. Dat moeten we koesteren. Daar moeten we niet te licht mee omgaan. En laten we Biggie Boy sowieso poweren na 13 mei toe. Dat hij dus een goede beurt maakt in dit UFC-gevecht. Hij staat 9e. En in principe bijna wel een must-win fight voor mij. Won zijn vorige. En als hij wint, dan appai kringkong langzaamaan weer naar misschien wel die top 5. En dan hebben we dus mei Biggie Boy. Dan hebben we juni Donovan Wisse. Donovan Wisse is onze enige wereldkampioen. Ja, Richian Eersel is ook wereldkampioen. Maar ik zeg het zo omdat Donovan is hier geboren, getogen. Maar meer nog, hij woont hier. En hij traint hier. En van hieruit vertrekt hij iedere keer naar het buitenland. Fugofit Denfetigi Sranang. Hij heeft zich niet gevestigd in het buitenland. Om daar dus van misschien wel alle luxe en meer trainingspartners en zo aan gebruik te maken. Nek van Misab Don. Amanfit Tide. Heeft van vlucht dit Tamarakwa Sranang. Apai Jompo kon direct aan Sranang. Hij wil zoveel als mogelijk en zo lang als mogelijk in Suriname tussen zijn mensen zijn. En tot nu toe lukt het hem. En hij is dus het bewijs eigenlijk van dat we ook van hieruit gewoon kunnen werken, trainen en toch nog wereldkampioen kunnen worden. En dat moet zeker wel een inspiratie zijn voor jonge vechters en meer Surinamers om onze omstandigheden in Suriname niet te onderschatten. En onszelf meer nog niet te onderschatten, want met hard werken, de juiste mindset, het juiste team en de juiste instelling kan het wel lukken. En daar is Donovan dus wel een voorbeeld van. As humble as he is. En we timmeren wel op hem hoor. Want soms heb je dat sporters op een wolk kunnen belanden. Het is menselijk. Maar soms donderen ze wel weer van die wolk naar beneden. Maar de kunst is natuurlijk om de mannen met beide benen op de grond te houden. Dat zij dus zo nuchter als mogelijk blijven. En ja, zo zie je maar weer. Dat if we talk positivity, dan onder andere sport in Meku Smile even, in Meku Lukutak, I boy, den boy dwing. Maar, natuurlijk zijn ook de beslommeringen van de dag er. Zo hebben we dat de leerkrachten, dit is mijn fit one fit here, en niet onterecht natuurlijk. De leerkrachten die zullen actie blijven voeren, lezen we ook, Visa Stree. En ze hebben zich gebundeld in die actiegroep. En ze zijn wederom de straat op geweest. En men moet er alles aan doen om deze week nog wel tot een vergelijk te komen. Want ja, het onderwijsproces is er niet gebaat bij. Maar ook de leerkrachten zijn hier niet gebaat bij. Omdat als stress naar alle spijden, aan inspanning, is alles behalve goed voor de gezondheid natuurlijk. Een 17-jarig meisje is omgekomen bij een woningbrand. Ook minder nieuws vandaag. Nangita G. 17 is omgekomen bij een brand te leiding 9A. En het lijk is op de vloer aan de voorzijde van de woning aangetroffen. De tiener was alleen thuis toen de brand uitbrak. Ze woonde samen met haar vader en oma in het huis. Geen van de twee waren thuis ten tijde van de brand. En de vader werd gebeld door de buren dat het huis in brand staat. Het huis was opgetrokken van stenen hout en is helaas volledig afgebrand. De oorzaak van de brand is dus niet bekend. Nou, dan gaan we dat andere laten horen, want dan moet ik van positivity toch net te veel minder zo op het wat dompertje zo man. Nou, dit is misschien een beetje wat, niet misschien. Kom nou doen zo. Officieel bericht de regering over schuldherschikking Oppenheimer. De regering geeft meer informatie over het principeakkoord dat bereikt is over de herstructurering van de Oppenheimer schulden. Door de herstructurering van de schulden ontstaat er een aanzienlijke schuldverlichting, omdat de lening over een langere tijd wordt terugbetaald bij lagere aflossingen en rente. Dat betekent meer financiële ruimte in een evenwichtigere begroting. En volgens de oorspronkelijke lening zou dit jaar direct ruim $200 miljoen betaald moeten worden. En in 2026 vervolgens in één keer $600 miljoen. Dit was niet haalbaar en men heeft dus onderhandeld over herschikking. En dit bericht meldt dat dus men hierin geslaagd is. En dit kunt u nalezen op Staarnieuws. Staarnieuws maakt er melding van. Nou, laten we gaan naar ons hoofdonderwerp vandaag. We hebben twee studiogasten met wie we zullen praten over Strategic Recruitment Suriname NV. En natuurlijk, ja, we willen natuurlijk allemaal weten ten eerste wat deze organisatie allemaal inhoudt, beoogt. En ja, metake in het Engels, omdat dat schrijft in het Engels, maar kan de moeshef abrabroke arkitak saboitaki. Strategic Recruitment Suriname NV, wakti hera, kom ze door arki. Randy Badal, goedemorgen, welkom. En mevrouw Lucinda Pinas, ook goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Laten we beginnen bij het laatste, want als men hoort, Strategic Recruitment Suriname NV lijkt op een beetje een gewichtig ding, maar ik denk dat in simpele bewoordingen de mensen het misschien een beetje beter zullen bevatten. Vertelt u mevrouw Pinas, wat voor organisatie is dat? Goedemorgen luisteraars. Wij zijn... U mag een beetje naar voren, of althans uw telefoon misschien daar weg, en dan die microfoon ietsje naar u toe. Wij zijn een recruitmentbureau.
En wat we doen is werkgevers plaatsen vacatures bij ons. En wij gaan voor werkgevers op zoek naar de geschikte kandidaten. Voor het doorgaan, ik denk dat de headphones van de microfoon gehaald moeten worden. Anders krijgen we dan die fluit. Gewoon op tafel of je mag hem opdoen. Yes. Ja, dus het gaat om plaatsing dus en werkgelegenheid. Ja, wat ik even wil benadrukken is dat we geen uitzendbureau zijn. Dat wil ik dus gelijk eraan toevoegen. Waarin verschilt u van een uitzendbureau? Het verschil is dat we mensen recruteren op de arbeidsmarkt. Mensen sturen hun cv's naar ons. En dat we mensen plaatsen, mensen treden in dienst bij werkgevers. Dus we zijn echt aan het recruteren voor werkgevers. Moeten we dat breed verstaan, ongeacht opleidings- of instapniveau? Ja, het maakt niet uit welk niveau. Mensen plaatsen hun cv's bij ons en zodra werkgevers mensen nodig hebben, geven ze ons de opdracht om te gaan zoeken. En op basis van die opdracht kijken we binnen ons bestand welke kandidaten we hebben. Vanwaar het idee om met strategic recruitment Suriname te beginnen? Het idee is omdat je veel meer voor werkgevers kan betekenen. Je bespaart werkgevers tijd omdat wij aan de voorkant al heel veel werk doen wat die werkgever niet meer hoeft te doen. Mm-hmm. Ja, maar als je kijkt naar de arbeidsmarkt, mensen die werk zoeken of werkzoekende zijn en aan de andere kant ondernemers, bedrijven die aangeven plaatsing te hebben. Loopt dat in lijn met elkaar? Nou, goedemorgen luisteraars. Een hele goede vraag. We zouden denken dat dat zo is, maar het is dus juist niet zo. Je hoort het vaak, bedrijven die zoeken naar mensen en mensen die zoeken naar werk, maar toch kan er niet een duidelijke match gemaakt worden. En daar komen wij natuurlijk in. Wij, zoals mevrouw Pielersen net zei, doen het voortraject en selecteren, doen de interviews en proberen we dan een betere match te maken. Omdat die arbeidsmarkt op dit moment zo dynamisch is. Het is eigenlijk altijd zo geweest, maar zeker nu zijn er heel veel ontwikkelingen. En wij proberen dus daarop in te spelen om dan de werkgevers die dan zoekende zijn naar de juiste mensen, dan te koppelen en te matchen. Wat maakt het zo complicated of maakt dat het niet altijd of heel vaak niet matcht werkzoekenden en de vacatures die er liggen? Er kunnen verschillende redenen zijn. Ik denk dat soms de verwachtingen niet matchen aan elkaar. In veel gevallen merken we ook dat mensen soms gewoon solliciteren omdat ze naar werk zoeken, maar niet gericht op zoek zijn naar een baan. Werkgevers aan de andere kant die kunnen soms ook wel hele hoge eisen stellen, waardoor er een drempel gevormd wordt en mensen dan misschien niet eens durven om te solliciteren. En zo kunnen er een aantal redenen zijn. Wij proberen dan met hele gerichte vragen, proberen we dan de profielen op te maken en dan gericht die uit te sturen, zodat de mensen zich makkelijker aangetrokken voelen tot die functie en dat jij dan kan gaan kijken hoe we dan zo een kandidaat kunnen plaatsen bij die werkgever. Ja, een mooi voorbeeld daarvan is een klant was op zoek naar een inkoper en je denkt, je gaat iemand zoeken die inkoopt eigenlijk internationaal. Uiteindelijk hebben we de klant weer gesproken en gevraagd, oké, wat zoek je nou precies? En die klant geeft aan, ik zoek iemand die ook weet hoe dat werkt bij de douane. Hoe zit dat? Iemand die weet wat een bill of loading is. Iemand die dat hele proces kent van het verschepen van artikelen, het binnenhalen van artikelen. Dus het is een inkoper, maar je moet wel weet hebben van dat soort zaken. En we zijn nog steeds op zoek naar een inkoper die daar kennis van heeft. Je hoort vaak mensen klagen van Rokonode. Rokonode. Heeft het te maken met wat u eerder aanhaalde met het feit dat in principe Rokonode kan de Bogobogo schrijven, maar niet in de branche of op het gebied waar de mensen naar zoeken of vaak genoeg ook voor opgeleid zijn? Ja, nou wat we doen is we kijken ook breed naar
de kandidaat zijn cv. En we kijken, we vragen ook de werkgever specifiek van, oké, kan het iemand ook zijn uit die richting? Kan het iemand zijn uit die richting? En het moment je iemand spreekt, dan ga je niet kijken, oh ja, iemand heeft economie gestuurd. Dus iemand kan alleen economie. Nee, je gaat breder kijken, wat heeft iemand nog meer gedaan? En waar ligt iemand zijn passie? Wat zou je willen doen? En zo kijk je breder naar cv's van kandidaten en niet alleen met oogkleppen op. Hoe lang bent u al bezig met deze organisatie? Strategic bestaat eigenlijk iets meer dan een jaar. Ja, wel twee jaar ongeveer in de Surinaamse markt hoor. In de Surinaamse markt. Maar Strategic Recruitment, dat is ook internationaal? In de regio. Bekend, in Guyana. Daar zijn ze er al een stuk langer. En die hebben zich in de afgelopen jaren voornamelijk gespecialiseerd op recruitment voor oil en gas sector. Dus als ik dan gelijk mag aangeven, wij doen dat dus nu ook, zeker ook in aanloop tot de beurs ook, waar wij ook zullen staan. We zullen dus ook op de komende oil en gas beurs aanwezig zijn om dan ook de mensen binnen de branche van oil en gas te accommoderen. En wederzijds, in dit geval de werkgevers die dan zoeken naar potentiële kandidaten en de werkzoekenden om ze dan de mogelijkheid te bieden om te solliciteren bij deze bedrijven of dat wij ze kunnen aanbieden. Dus als ik het goed begrijp, zou het ook wel kunnen voorkomen dat een werkzoekende uit Suriname in Guyana belandt voor werk of een Guyanese werkzoekende omgekeerd belandt in Suriname? Absoluut, want dat is dus eigenlijk nu ook de trend. We shiften nu neer naar een trend dat je mobiel kan werken. We kijken naar meer flexibiliteit in het werk. Het is niet meer zoals het was dat je van 7 tot 3 op kantoor zit. Natuurlijk moet dat op bepaalde functies, bepaalde jobs die hebben gewoon de fysieke aanwezigheid is nodig. Maar we merken dat de trend nu is dat men heel flexibel is met werktijden en dat je dus ook kan werken voor een internationale werkgever. Het is vermeldenswaard dat een aantal van onze belangrijke klanten ook buitenlandse klanten zijn. Dat zijn internationale organisaties die ons dan benaderen om in Suriname arbeidskrachten voor hen te werven, te selecteren. En dan werken ze dan wel in Suriname, vanuit Suriname, maar dan voor een buitenlandse werkgever. Dat is heel interessant natuurlijk voor de Surinamer die de skills heeft of de requirements die gesteld worden door die werkgever. Want werken voor een internationale organisatie, dat geeft zoveel mogelijkheden. Je leert heel veel, je groeit, je komt in contact met heel veel andere mensen. En natuurlijk, het salaris is dan misschien ook wat aantrekkelijker omdat het in vreemde valuta uitbetaald wordt. Merkt u in de operations dat er toch een drempel ondervonden wordt of werd om zeg maar via een dergelijke organisatie te komen employen? Of zegt u van nee, het loopt nu wel los, de mensen komen juist op ons af? Ja, nee, dat is mensen komen vanzelf. En je gaat natuurlijk ook zoeken in je eigen netwerk. Ja. Kijken welke mensen op zoek zijn naar een baan. En je gaat kijken als je die mensen ook kan bemiddelen bij een werkgever. En het is natuurlijk prachtig als je een kandidaat van je hebt kunnen plaatsen bij je werkgever. Ja, dan doen we echt een dansje hoor op kantoor als dat gebeurt. Ja, ja, ja. Wat we verder nog meer doen, we leveren ook HR services. Als een werkgever bijvoorbeeld geen HR department heeft, dan doen wij dat voor die werkgever. Dan pakken wij eigenlijk alles op. We doen het salaris, we voeren gesprekken met medewerkers. Dus die service bieden we ook. Er zijn klanten die zeggen, oké, ik wil alleen dat je de betalingen doet van het salaris, dat je dat verwerkt, dat doen we ook. Dus als er werkgevers zijn die dat niet zelf kunnen, kunnen ze dat bij ons beleggen en dan doen wij het voor ze. Hoe zit het nu met personen? Want die groep is realistisch bekeken heel erg groot. De lage beroepsbevolking en de mensen die zeg maar opereren in de horeca en andere branches. Komen die ook wel naar u toe? Ja, die komen ook. We hebben bijvoorbeeld mensen uit de bouwsector, schoonmaakbedrijven. Of dat je gewoon individuen hebt die naar ons toestappen en zeggen van ik ben op zoek naar werk. Ja. Nou, die persoon is misschien dan niet
ver genoeg om een CV, een fancy CV online te maken en te sturen en te uploaden op een link of zo. Mm-hmm. Nou, dan nodigen we de persoon uit. We zitten, we stellen wat vragen van, oké, wat wil je doen? En dan gaan we natuurlijk echt dieper vragen van, oké, maar waar woon je? Heb je vervoer? Weet je, hoe kom je naar de werkplek? Want dat zijn belangrijke dingen die soms over het hoofd gezien worden. Maar het gaat een rol spelen als je elke dag moet aanmelden aan het werk en je woont heel ver. En er rijdt geen bus langs bijvoorbeeld. Dus wel al de kleinere dingen, misschien, ik zal helemaal niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn, ze zijn heel belangrijk, maar het zijn kleine dingen waarop men soms niet let. Beginnen we te kofferen en zeggen van oké, laten we kijken waar we je kunnen plaatsen. Dus it goes both ways. Je hebt werkgevers die ons benaderen en zeggen ik heb deze mensen nodig. Maar soms heb je ook gewoon mensen die zeggen van hey, help me, ik ben op zoek naar een baan. Mm-hmm. En dan gaan we kijken waar we je kunnen plaatsen. Zo, ja, we hebben eigenlijk uit alle lagen van de bevolking proberen we dan van dienst te zijn. Wat je ook wel merkt, en ook in het netwerk, de vriendenkring hoor je het, dat je heel veel ondernemers hebt die overwaaien de afgelopen tijd naar Cubaanse gastarbeiders. Heeft u ook vanuit die community personen die naar u toe stappen of die heeft kunnen recruteren? Ik zie bijvoorbeeld, we spraken gisteren nog Carlos over Para, glasvezelproject, dat we zagen dat Cubanen langs de straat bezig waren te werken. Die springen dus wel ook in de gaten eventueel. Yep. Ik recent nog een kandidaat die zich heeft ingeschreven bij ons en die graag geplaatst wil worden bij een werkgever. Ja. En die spreek ik volgende week. Ja. Hij is nu on-site, dus zodra hij terug is, ga ik hem spreken voor een plek bij een werkgever. En natuurlijk kan je die kandidaat niet zeggen van oké, ik ga je plaatsen. Nee, we gaan ook in gesprek met de werkgever. Ik heb een Cubaanse kandidaat die beschikt over alle documenten die hij nodig heeft voor zijn werk. Alle papieren. Hij heeft ervaring. Hij heeft de kennis. Kunnen we hem voorstellen? Willen jullie het gesprek met hem aangaan? Want jullie zoeken een kandidaat die op dit moment ook heel moeilijk te vinden is op de arbeidsmarkt. En die werkgever zegt, ja, ik sta er open voor. Nou, interessant. Salariering. Want dat is vaak genoeg een heet hangijzer voor velen. Je hebt dat een situatie hebben in het land, bij Amoni ontwaard helemaal. Ja. Maar dan nog moet het wel realistisch zijn en blijven. Maar als je soms kijkt naar salarissen waarmee men over het algemeen wil starten, dan heb ik van dat betere meegens misschien ook door Rocco. Bij wijze van praten als het ware. Stoot u ook daarop, zo nu en dan? Ja, ik vind dat heel mooi dat u dat aansnijdt. Ja. Salariering is natuurlijk ook een ding. Als er klanten komen die ons vragen om een kandidaat voor ze te zoeken. En we vragen altijd, wat is het salaris wat u bereid bent te betalen? Dat vragen we aan de klant, maar we vragen het ook aan de kandidaat die komt. En ja, we zijn nu eenmaal op die arbeidsmarkt, we zien het. En wat we zien tegenwoordig is dat de salariseisen van kandidaten hoger zijn dan wat de werkgever wil betalen. Dus als een werkgever een bepaald bedrag zegt, dan ga je ook al vooraf met die werkgever in gesprek. Als dit het bedrag is wat je wilt betalen, dan gaan we niemand voor je vinden. Want we hebben mensen in ons bestand, maar die zitten toch echt wel ietsje hoger dan wat u wenst te betalen. Nou, dan, er zijn werkgevers die zeggen, oké, als het een goede kandidaat is, dan ben ik wel bereid iets meer te betalen, omdat diegene de kennis en de ervaring ook al heeft. Ja. Maar dat is inderdaad een grote uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Het is echt een heet hangijzer in Suriname. Want aan de ene kant kan je de mensen die werkzoekende zijn niet helemaal verkwalijken als je kijkt naar de kosten voor levensonderhoud. Maar aan de andere kant weten we dat over het algemeen de bedrijven, het bedrijfsleven, met kunst en vliegwerken, allerlei fratsen, bedrijven, staande houdt. Klopt. En dat is het. En wij proberen er, we zeggen het ook binnen het bedrijf, binnen onze organisatie, we zijn er voor zowel de werkgever als voor de werknemer. We moeten beide happy maken. En daar zit die uitdaging in. Want we begrijpen het. We voelen mee met die werkgever die zegt van ja, maar ik kan niet zo'n torenhoog salaris betalen. Want mijn hele organisatie, ja, net zoals die elk individu het voelt, voelt mijn organisatie dat ook. Dus daar komt zeg maar een beetje een stukje maatwerk, een beetje onderhandelen. Waar wij natuurlijk dan, weet je, in gespecialiseerd zijn van oké. Hoe kunnen we toch die match maken?
En het lukt ons aardig. Ja. Ik ben blij om dat te vermelden. Ja. Het lukt ons aardig. Ja. En we staan altijd open en we luisteren en dan zie je dat het gaat. Dan lukt het wel, ja. Er zijn dus wel succesverhalen? Ja, we hebben dus een aantal best practices. We hebben testimonials van kandidaten die we hebben geplaatst. Die heel happy zijn bij de werkgever waar ze in dienst getreden zijn. Die hebben we ook gelanceerd op onze website, op onze social media kanalen. En daar zijn we dus enorm blij mee. Dat geeft ons natuurlijk ook dan de motivatie om door te gaan en dan betere matches te maken. En ik denk dat dat ons ook hele goede exposure geeft. Ja. De volgende vraag is, ja, er zullen mensen nu gekluisterd zijn aan die radio en luisteren. Hoe treedt men in contact met u? Mensen kunnen ons benaderen. Onze locatie is ten eerste heel makkelijk te vinden. We zitten naast Thalia Theater. En als mensen online gaan... Naast Thalia is waar Metz was voorheen? Ja, juist. Precies. Ja, wij zitten in het gebouw van Metz. Ja, okay. En ze kunnen online kunnen ze ons benaderen via srsu.com. srsu.com? Ja, en als ze op de site gaan, dan kan men zien welke vacatures er allemaal zijn. En is er geen passende vacature, schrijf je gewoon in. Want we weten, er komt altijd wat voorbij. Klopt. En dan benaderen we kandidaten. Ook als het een open sollicitatie is, nodigen we mensen ook uit voor een gesprek. Kom langs, kom praten. Laten we even kijken waar je echt naar op zoek bent. Dus srsu.com? Ja. Dat is dus de website. Ja. En heeft u ook een Facebookpagina? Ja, Facebook, op LinkedIn trouwens. Want weet je, daar heb je dus echt wel de professionals, de werkzoekenden. Ja, 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 ja. En we zijn heel actief op social media. Dus de mensen die ons volgen, die blijven dan ook op de hoogte van. En de Facebookpagina, hoe heet die? Strategic Recruitment. Ja. En daar vind je de testimonials en dat soort van. Ja, okay. Mensen kunnen kijken. Ja, klopt. Oké, interessant, interessant. Nou, mevrouw Pinas en heer Badal, u kunt beide op uw eigen manier zowel de werkzoekenden als ook de mensen die op zoek zijn naar werkers bemoedigen. Ja. Om over de drempel te stappen indien die er mocht zijn en eventueel van de diensten van uw organisatie gebruik te maken. Yes. Ja. Gaat u gaan. Ja. Kandidaten, ik zou zeggen, ben je op zoek naar een nieuwe baan? Ga naar onze site. Plaats je cv en we komen altijd bij je terug. En werkgevers, ben je op zoek naar kandidaten? Soms helpt de krant niet meer, maar benader ons. Wij hebben een bestand met heel veel kandidaten en wij kunnen u daarbij helpen om de juiste kandidaat te vinden die bij u past. Want wij doen het voortraject en daarna gaat u zelf met de kandidaat in gesprek om te kijken of het echt een match is voor uw organisatie. Ja, helemaal. Nou, mevrouw Pinas heeft het heel goed verwoord. Ik kan daaraan alleen maar toevoegen dat we ons hebben gespecialiseerd hierin. Ik wil benadrukken dat we een stuk van het werk afnemen van de werkgevers. En, ze kunnen dat uitbesteden aan ons. Dat levert heel wat ruimte en tijd op, zodat ze zich kunnen specialiseren in hun core business. En wij doen datgene waarin wij gespecialiseerd zijn. Uitbesteden is helemaal geen nieuwe term. Maar je merkt wel dat ze kosten en tijd besparen als ze dat stukje uit handen geven. En we willen dus de werkgevers stimuleren om dat te doen, om dat aan ons toe te vertrouwen. En niet vergeten, los van wat we eerder hebben aangehaald over de website, over social media, gaan we zijn op de beurs, dat is van 19 tot 22 juni. In Torarica, dat is de oil and gas beurs. Kom langs, hou een gesprekje en ja, kunnen we daar altijd kijken naar mogelijkheden. Ja. Nou, interessant. Carlos, gaan we de stoute schoenen aantrekken? Zullen we kijken of iemand, een van de luisteraars, durft te bellen? U mag even bellen, mensen. Heeft u geluisterd en bent u werkzoekende? Maar had je iets van boy aan het luk meer, hè? Nou, bel even. Misschien dat u een vraag heeft die wij live in de koffiepraat kunnen beantwoorden. We hebben als gasten Randy Badal, Operations Manager van Strategic Recruitment Suriname NV. En mevrouw Lucinda Pinas, zij is de HR-specialist van Strategic Recruitment Suriname NV. Het gaat allemaal om bedrijven die dus op zoek zijn naar personeel. En mensen die geplaatst willen worden ergens, maar aan de luktaren. U kunt uw koptelefoon opdoen. We hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. U spreekt met meneer Jurgen. Meneer Jurgen, hoe is het met je? Lekker. Met u. Ego rustig. Heb je een vraag voor een van beide gasten? Ja, we zijn ook op zoek naar iemand, boy. Jullie zijn op zoek naar iemand? Jawel. Wat voor een bedrijf is dat? Horeca. Horeca? Jawel. Oké, een horecabedrijf en je zoekt dus naar een kok, een weter, een verkoopster. Een kassierster dus. Iemand voor de kassa? Jawel. Oké, blijf even luisteren. We zullen mevrouw Lucinda Pinas vragen wat haar organisatie in een dergelijk geval doet. Blijf je luisteren? Ja, dat is goed. Dank u wel, fijne dag. Yes. Goedemorgen, meneer Jurgen. Herkent u dit? Ik herken het. u kunt naar onze website gaan, srsu.com. En u kunt aangeven, u kunt ons bellen en aangeven dat u op zoek bent naar een kandidaat en welke kandidaat. En wij gaan met u in gesprek en wij gaan kijken wat voor soort kandidaat u zoekt. Want als organisatie kijken we ook naar de diversiteit binnen uw organisatie. Dat we u niet alleen één bepaalde bevolkingsgroep geven, maar dat we zeggen, oké, meneer, u heeft al een, ik noem maar wat, een Surinaamse. Nou, misschien is het goed om een Hindoestaanse of een Javaanse collega te hebben. Ook daar kijken we naar. En wij kunnen dan met u in gesprek en u een voorstel doen voor het zoeken naar een geschikte kandidaat voor uw organisatie. Nou, fijn, meneer Jurgen heeft het gehoord. Is er een centraal nummer waarop men kan bellen trouwens? Ja, we hebben online staan alle... Online, dus alle, men moet gewoon gaan naar srsu.com en daar staat dus alle informatie met betrekking tot in contact treden met de organisatie. Carlos, het is heel opvallend, hè? SRS is op bezoek bij SRS. Ja, klopt. Dat is dus zo pakkend. U mag nog een keertje bellen. We zullen nog één persoon in de gelegenheid stellen om te bellen en een gerichte vraag te stellen aan een van onze studiogasten. Het nummer is 4. Carlos, je hebt meer en meer nummer. Ik denk maar bij Lange. Ja, 494 keer 0, ja. Mijn god, schande. 494 keer 0 en het appnummer is 83 keer 9, 109. Als u geen bel te goed heeft, dan is er nog een appje even. Indien je een vraag hebt, ben je een van de mensen die thuis zit en denkt van nee, ik heb lang genoeg gezeten, misuku, mi give up. Maar ik ben nu weer door dit gesprek helemaal opgepept en opgehyped. Het telefoon in rinkelbakken. Goedemorgen, met wie spreken we? Frisse morgen, Marina. Van wie? Dat Faisal. Wie, Faisal? Hij is nog cool. Heb je een vraag? Wat zei je? Die vraag is, ik zit nu momenteel in het wachterbranche. Bewaking. Zou ik in aanmerking komen voor een distributiewerk? Dus jij zou in de distributie te werk gesteld willen worden? Ja. Blijf luisteren, dan krijg je de instructies van een van de gasten wat je zou moeten doen in dit geval. Jawel, fijn. Thank you. Oké, meneer Faisal. Ik denk dat hetzelfde advies we kunnen geven. Je kan een keertje langskomen bij ons op kantoor en dan aangeven wat je precies zou willen doen. We zullen dan een kort gesprekje met je aangaan en dan zullen we kijken als wij inderdaad een werkgever kunnen identificeren die op zoek is naar datgene waar je naar zoekt. Ik kan dat nu vooraf niet zeggen, maar als je komt dan kunnen we praten. We kunnen kijken naar alle... de opleidingen en de ervaring die je hebt. En dan kunnen we dan daar, aan de hand daarvan, kunnen we dan proberen een geschikte werkgever voor je te vinden. Meneer Faisal, en Strategic Recruitment Suriname staat dus in het oud gebouw van de Mets. Als u weet waar Thalia is, Theater Thalia, Litnase Thalia, gebouw in Mets bij de voorheen. Nou, daar is dus Strategic Recruitment Suriname gehuisvest. Dus als u er de tijd en behoefte voor heeft, dan je wakapsa even. En dan krijg je dan in person, eyeball to eyeball, dus de uitleg over hoe of wat. En wie weet wordt u het volgende succesverhaal. Soms zegt men, niet geschoten, altijd mis. Dus bief weer de stoute schoenen. En kom op Gieser even om te beginnen natuurlijk. Nog altijd de koffiepraat is een aangenaam gesprek geworden. Als u nog een vraag heeft, laten we nog één persoon in de gelegenheid stellen om te bellen of te appen. En dan gaan we dit gedeelte afsluiten en gaan we zo meteen naar de overige onderwerpen. We hebben in de studio nog altijd zitten Randy Badal, de operations manager van Strategic Recruitment Suriname NV. En mevrouw Lucinda Pinas, zij is dus HR-specialist. Strategic Recruitment Suriname NV. En deze organisatie wil dus zeg maar, of ja, is, ja niet wil, want men is al bezig te timmeren aan de weg. Er zijn succesverhalen en zeg maar
De organisatie zit eigenlijk tussen werknemer, organisatie, bedrijf en de mensen die graag zeg maar willen werken. Is maar nu als dons door de maar want doen aan waar ze of voor opgeleid zijn, affiniteit voor hebben, passie voor hebben. En daar komt SRS NV dus lekker in. Niet Radio SRS in dit geval, maar SRS die dus ja, is opgezet om dus de arbeidsmarkt eigenlijk voetjaramanko in balans. Geen bellers meer, de mensen hebben de informatie, dus neem ik aan. Want vaak genoeg naar de laatste uur, de laatste 10 minuten, dat is mijn BGVT-bel. Maar zijn de gasten al weg. Nou, we zullen in elk geval deze organisatie ook blijven volgen. En wie weet, misschien dichtbij de beurs of na de beurs, dat wij wederom een gesprek plannen. Om te weten wat zeg maar de input is geweest van de organisatie op de beurs. Zijn daar ook wat zaken gebeurd die sowieso vermeldenswaard zijn? Nou, daar zullen we dan allemaal naar kijken en om volgen. Mag ik mevrouw Pinas en heer Badal dan bedanken voor uw aanwezigheid en die heldere uiteenzetting. Ik ben ervan overtuigd dat veel meer mensen nu ook wel zullen zeggen van hey, dus al die tijd zo'n orga de ook toe pu kan kloppen aan. Dus oh, dus al die tijd een gebouw voor met no legi. Nee, aan no legi. Wat bedrijf dat pp eigenlijk dat pim de. Dus maak er met de meeste spoed gebruik van. Bedankt voor uw aanwezigheid en we spreken u gauw. U ook bedankt. Fijne dag aan iedereen. Fijne dag. Carlos Potmans met Pokogu even. Dan zet ik even het volgende gereed voor het vervolg van de koffiepraat. U luistert naar de koffiepraat. De conisson qui si fanana à nos fougosseries. Pipi walide, me alobide. Trou trou fili fou pisiri de mubuki. Mi walide, me l'espekide. Dengra wantro ki na nga koni fou mi piki. Dansi lek fai ben du so furu. Singi lek foru ni dembo. U luistert naar de koffiepraat. Nog altijd de koffiepraat. We hebben in het eerste deel gesproken met Randy Badal, Operations Manager van Strategic Recruitment Suriname NV. En mevrouw Lucinda Pinas, HR-specialist Strategic Recruitment NV Suriname. En we hebben als onderwerp gehad de invalshoek van Strategic Recruitment Suriname NV. Op de arbeidsmarkt in Suriname. Er zijn wat zaken uit de doeken gedaan. En u kunt, indien u vragen heeft, indien u werkzoekende bent en u er maar niet in slaagde om hierin ja, succesvol te zijn, nou gewoon contact maken met deze organisatie. Ze hebben een website, dat is dus srssu.com. Dat is de website waar u alle informatie op vindt. En de Facebookpagina.
gewoon invoeren Strategic Recruitment Suriname NV. Je komt op een page en dan wordt je wegwijs gemaakt. Indien u er rechtstreeks naartoe zou willen of persoonlijk naartoe zou willen, dan kan het ook. De organisatie is gehuisvest in het voormalige Metsgebouw. Dat is dus naast Theater Thalia. En daar kun je dus persoonlijk naartoe. Kopje op even, you never know. Ik kan het doen, ik van man, no, maar ik kan het ook doen van hey, met de kabus, met de kataxi, met jompo in mijn wagi, met jompo tap mijn brom, met rego, en met geluk even kande, naar mijn day, waarbij dus dat organisatie o je hebt mij voor zoeken aan roko in mijn vakgebied, in mijn ervaringsgebied, in mijn opleidingsgebied, you never know. Nou, we hebben binnenkort ook een heel mooi atletiek project dat zal worden uitgevoerd. En het gaat allemaal om Kids Athletics. Dat is dus een project vanuit de Surinaamse Atletiekbond, maar een wereldactiviteit eigenlijk. En ik heb er gisteren met wat mensen over gesproken. We hebben gesproken met Jenny Sheukalam. Zij is dus van de organisatie, want op 5, 6, 7 en 12 mei zal dus in verband met de World Kids Athletics, de SAB, deze activiteit in 4 districten organiseren. En mevrouw Sheukalam en de heer Marlon Feira, die hebben ons dus wat meer verteld gisteren over deze activiteit. We hadden dus gepland om, ik zie dat Turbo het in de map backup geplaatst heeft. Is interview Feira, die hebben we. Laten we gaan luisteren naar Marlon Feira en mevrouw Sheukalam, die ons dus meer verteld hebben over dit project bedoeld voor kinderen. Men wil kinderen stimuleren en pushen om te gaan sporten, bewegen. En Biliton komt aan zijn trekken. Sophia's Lust zal men ook naartoe gaan. Nieuw Amsterdam komen wijnen. Daar zal men ook zijn. En ook het André Kamperveen Stadion zal dus een van de locaties zijn. Laten we luisteren. En zo hebben we ook gehad Winsterleerdam. En ik vergiste me in de locatie. Het is niet de hal van Lyceum 2, maar wel Lyceum 1. Waar dus dit scoutingsproject zal worden uitgevoerd op de 3 dagen 5, 6 en 7 mei. Ook de Surinaamse Atletiekbond is bezig. En in verband met de activiteit die eraan zit te komen, hebben wij vandaag dus ook gasten in de studio. Want er gebeurt nogal wat. En de jeugd staat ook bij dit SAB-project centraal. We hebben 2 studiogasten. En de eerste studiogast zal zich nu aan u voorstellen en ons aangeven wat hij ons aan interessants nieuws heeft mee te delen. Goedenavond. Goedenavond. Mijn naam is Marlon Feira. Ik ben de Kids Athletic Lead voor de Surinaamse Atletiekbond hier in Suriname. En in dat kader hebben we dus 5 jaar terug Kids Athletics geïntroduceerd hier in Suriname. En het afgelopen jaar heeft World Athletics dus een update van het programma geïntroduceerd. En we hebben, ik heb althans de training gevolgd vorig jaar, ben teruggekomen en we hebben dus de leerkrachten die het vak lichamelijke opvoeding op de basisschool geven, die hebben we dus getraind om bekend te zijn met de update. En in dat kader gaan die leerkrachten dus hun practicum gaan ze dus uitvoeren tijdens de World Kids Athletics Day die dus vanaf 5 mei starten. 5 jaar geleden, dat is een poos geleden, meegenomen de COVID-periode. Hoe groot was die uitdaging? Het was een hele grote uitdaging omdat Kids Athletics een andere aim heeft. Het winnen is niet belangrijk. Het gaat erom dat je die kinderen bekend wil maken met de basisbewegingsvormen. Dat kinderen genieten van datgene wat ze doen. Dat ze nu bewegen, maar ook in de toekomst. En in principe maak je ze enthousiast. We zeggen voor atletiek, maar atletiek is de moeder der sporten, dus je maakt ze enthousiast voor sport. Dat is wat we dus willen bereiken met Kids Athletics en daar zijn we dus begonnen met de leerkrachten. Ik moet zeggen dat in Zuid-Amerika dit programma is in feite het curriculum voor het lager onderwijs om bewegingsonderwijs te doen. Dat moet niet zeggen lichamelijke opvoeding, bewegingsonderwijs, om dat te doen. In Zuid-Amerika is dit in feite het curriculum en de update biedt heel wat voor de mensen om ermee om te gaan. Hoe sloeg het in bij de mensen die erbij betrokken waren, zowel de leerkrachten, maar ook natuurlijk de kids? Ik denk dat het heel goed is ingeslagen als ik toen we het hebben geïntroduceerd, maar ook nu na de update. Ik kan u zeggen dat de scholen die gaan meedoen dit weekend, dat we de bond wordt kromgebeld om zeker te zijn
met de situaties in dat land als het doorgaat. Kinderen willen niet teleurgesteld worden en wij kunnen dus zeggen dat die activiteit doorgaat en het is in de wereld waar World Athletic actief is. Overal zal dus deze dag georganiseerd worden. Het is niet een dag, het is een periode, een week ervoor, een week erna, 7 mei. Gaat het dus gehouden worden. Dus de mensen zijn enthousiast, de leerkrachten. Als je het programma zou zien, ga je ook merken dat het heel goed is voor de mensen. Er zijn zelf lesbrieven of lesvoorbereidingen, hoe ze het noemen, om te gebruiken voor deze activiteiten die ze met die kinderen moeten ontplooien. Is het ook zo dat er een gelegenheid ontstaat voor atletiekverenigingen om eventueel ook aanwezig te zijn en misschien te scouten, want men kan wel pupillen zien of leerlingen zien van mensen zeggen van hé, dit is een ruw talent. Oké, laat me dit zeggen. De atletiekverenigingen, van hun waren bepaalde coaches waren ook getraind. We moeten ze in dit traject meenemen. Dit project, ik zei het al, het gaat niet om het winnen, het gaat om het bewegen. En natuurlijk kan je scouten en kijken naar kinderen en zeggen van dat lijkt op iets. Maar het is belangrijk dat we focussen dat het bij kinderen niet om het winnen nu gaat. But they need to win when they are at adulthood. Dus op dit moment moeten we alles ontwikkelen wat we kunnen ontwikkelen. Zodat ze ready zijn to compete at a certain point of time. U bent er content mee dat de spin-off van dit project een positieve zal zijn? Sowieso. Als we dit blijven doen, heeft het een paar voordelen. Kijk, kinderen gaan naar school, die leren wat. Als we niet bewegen, weten we wat het gevolg kan zijn. Obesitas, een ongezonde samenleving, noem maar op. Dus als we bewegen, heeft het alleen maar voordeel. Dat datgene wat wij hebben geleerd aan die mensen, op een gegeven moment niet een waste wordt. Want als mensen ziek zouden worden en vroeg uit deze maatschappij verdwijnen, dan is de effort die we erin hebben gestopt om mensen iets te leren en iets te laten worden is almost a waste als ze te vroeg uit die samenleving moeten verdwijnen omdat ze niet bewogen en ziek zijn geworden bij wijze van praten, om het heel eenvoudig te zeggen. Mag ik u dank zeggen en heel veel succes toewensen met dit project en hopelijk krijgen wij van u een update nadat dus alles zo'n beetje is afgerond. Zeker. Dank u. Van de heer Feira gaan we dan naar de tweede studiogast in verband hiermee. Want we moeten natuurlijk ook wel weten hoe het organisatorisch allemaal in elkaar zit. Wat zijn de dagen waarop er bezig geweest zal zijn? Wat is de locatie? En wie mogen er allemaal aanwezig zijn? Want het gaat om kinderen, dus je neemt aan dat natuurlijk de ouders aanwezig zijn. Verzorgers of ondersteuners, begeleiders. Maar dat zullen we allemaal vernemen van mevrouw Sheikh Alam. Die vandaag ook bij ons in de studio aanwezig is om met name het organisatorisch gedeelte met ons door te nemen. Want daar zijn we natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig naar. Monsieur Kalam, goedenavond, welkom. Goedenavond, ook kijkers, goedenavond. U heeft zo'n beetje een van de toch wel moeilijke onderwerpen soms, of onderdelen, het organisatorische. Zeker als je handen tekort hebt, dan is het moeilijk. Maar als je genoeg mensen hebt die het project ondersteunen, ga ik ervan uit dat dat stukken makkelijker is, vertelt u. Organisatorisch, hoe zit Kids Athletics in elkaar? Dus Kids Athletics heeft een heel nieuw tintje erbij gehad. En nu vinden ze dus dat het heel erg belangrijk is, dus dat kinderen veilig bewegen. Toch? En op grond dus daarvan willen ze coaches hebben of begeleiders of leerkrachten hebben of sportleiders die dus die safeguarding training hebben gevolgd. Dus de mensen, omdat de je mensen dus hebben dus de skills meegebracht, zeg maar. Juist. En los daarvan, op het laatst dan moet je ook een eed afleggen, dus dat je bereid bent dus om safe, veilig met de kinderen bezig te zijn. Ja. Toch? Dus ik denk een stuk of 18 hebben het nu gehaald online, maar ze gaan door. Omdat ze tot en met een donderdag hebben om dus die hun safeguarding certificaat te halen. Okay. Dus we hebben genoeg mensen die ons gaan helpen de dagen waarbij we bezig gaan zijn. En ja, natuurlijk het organisatorische, dat zit erin. We hebben dus die spelen al uitgekozen. We hebben al contact met de scholen die... Hoeveel scholen zijn er totaal ongeveer? Er zijn 12 scholen, maar 5 mei doen 6 scholen mee in de buurt van dus het André Kamperveen Stadion. Het gaat om dus de Nassie Brouwer School, Sint-Gertrude School, Telingschool, Wenselschool, Oranje School
en Aloysius School. En ik merk dat het dus al gaat richting decentralisatie, want ik zie dan Brahim Stadion, AK Stadion, ik zie Nieuw Amsterdam. Ja. Dus de kinderen komen breed aan het trekken. Helemaal. Omdat het zo is, dus dat we niet alleen maar willen blijven in de stad. Toch? Dus daarom hebben we gezegd, we gaan het niet maar op 7 mei doen. We gaan het in die periode doen, waartoe we de gelegenheid hebben. En dus daarom hebben we gekozen voor dus de verschillende locaties. Ook omdat we een beetje bezig zijn met talent ontwikkelen en talent ontdekken. Dus hebben we gedacht van, laten we dus zo'n beetje met alle districten, nou niet allemaal heb je hoor, maar tenminste met 4 districten bezig zijn. En dan zijn we al bezig te decentraliseren. Wat verwacht u op de dagen qua ambiance, sfeer en de participatie? Eerst over de participatie. Dus die scholen zijn uitgenodigd geworden. We hebben toestemming gehad van het ministerie van Onderwijs. Dus dat die kinderen op de vrijdagen vrijgemaakt zijn om dus hun scholen te vertegenwoordigen. We hebben dus ook gekozen voor scholen van verschillende denominaties. We hebben niet alleen maar dus openbare scholen. We hebben RK, EWG. We hebben zelf een particuliere school, Nassie Brouwer School, die meedoet. Die kinderen zijn enthousiast. Ook wij zijn enthousiast om het aan te bieden. Omdat we willen dus dat Suriname zoveel mogelijk beweegt. En natuurlijk deze dagen, dus het aantal kinderen dat bewogen heeft, wordt dus geregistreerd bij World Athletics. En misschien dat Suriname een prijsje wint. Welk prijsje kunnen we winnen? Dat land met dus de meeste deelnemers, die kan dus een prijsje winnen. Oh, dan moeten de leerlingen dus flink participeren. Ja, dus daarom hebben we 7 mei opengesteld. Dus even om 5 mei af te ronden. Dus 5 mei doen we dan die 6 scholen in het André Kamperveen Stadion. We zijn daar bezig van 9 tot 12 uur. En dus dan kunnen die kinderen flink aan hun trekken komen. Het wordt leuk, het wordt heel leuk voor ze, want die verschillende spelen gaan uitgezet worden. En dan gaan ze echt een beetje competition doen tegen elkaar. Maar natuurlijk is het winnen niet belangrijk, dus het bezig zijn is belangrijk. Dan hebben we 7 mei, hebben we weer in AK Stadion. Maar daar zijn dus de verenigingen, de clubs die aangesloten zijn bij de Surinaamse Atletiekbond. Zij zijn dus dan uitgenodigd om ook met de 2 leeftijdscategorieën deel te nemen. Trouwens, het is van 5 tot en met 8 jaar en dan hebben we van 9 tot en met 12 jaar. Dus dan krijgen zij ook dus de gelegenheid. En natuurlijk, alle andere kinderen die ook in het stadion zijn op die dag, mogen participeren. Oh. Dus stel als ik geselecteerd ben door mijn club en ik heb een broer of een zus die ook in die leeftijdscategorie zit, dan mag die ook participeren, want die is dan publiek. Dat is dus dan breed. En als we daar klaar zijn, 's morgens tegen 12 uur, dan gaan we naar Sophiaslus, ook op diezelfde dag. Van 4 tot 6, dan hebben we daar dus ook voor de kinderen van Wanica. Daar zijn dus de sportleiders bezig met een pupillen. Meestal op de zaterdagen, weekenden doen ze ook mee bij wedstrijden. En dan mogen zij dus dan ook hun pupillen meenemen, zodat we dus dan op Sophiaslus dat kunnen doen. We hebben natuurlijk ook die scholen de gelegenheid gegeven, zeg van flyers op die scholen. Je kan die kinderen laten komen daar en dan gaan we die kinderen ook laten meedoen. Dan hebben we 7 mei gehad en dan hebben we op 12 mei, of 6 mei heb ik overgeslagen. 6 mei is Brahims. Ja, op Billington. Dus we hebben dus het veld van meneer Panka gehad. Dus om daar in het stadion bezig te kunnen zijn. Ook hij is enthousiast. Omdat hij weet dus dat die samenwerking verder voortgezet gaat worden. En dan zijn we ook daar. Ook met die sportleiders. Zij gaan dus dan die kinderen en de scholen daar in de buurt ook flyers geven. Dus dat die kinderen ook mogen meedoen. En dan gaan we 12 afsluiten op Kommerwijnen. Ook daar hebben we 6 scholen uitgenodigd. En dan hebben we... Kan niet misgaan. Helemaal niet. U mag op uw eigen manier in de camera de mensen en de kinderen thuis oproepen om er dus te zijn tijdens dit project World Kids Athletics. En het onderdeel dat hier in Suriname op deze dagen onder auspiciën van de SAB wordt afgewerkt. Jongens en meisjes en ouders die kijken. We nodigen jullie uit om op 7 mei te zijn in het André Kamperveen Stadion. Daar gaan we dus de kinderen flink laten bewegen. En het wordt heel erg leuk voor de kinderen. Want na COVID-periode denk ik dat dit de eerste keer is, dus dat de Surinaamse Atletiekbond zoveel mogelijk kinderen wil laten bewegen. Dus komt u en helpt u Suriname om misschien in de prijzen te vallen.
misschien in de prijzen te vallen, zegt mevrouw Sjoekalan. Laten we zeggen dat Suriname in de prijzen zal vallen met uw inzet en uw aanwezigheid. Mag ik u dankzeggen en u heel veel succes toewensen met uw team en dit project. En het kan dan helemaal niet mis. En zo spraken wij dus Jenny Sjoekalan Revos over dit project, Kids Athletics. En ja, de grote dag is zelfs 7 mei in het André Kamperveen Stadion. En u mag er met uw kinderen naartoe. Men begint om 9 uur 's morgens en gaat door tot 12 uur 's middags. En dit wordt allemaal wel mooi na COVID. Zal dit dus wederom een feit zijn. En Suriname denkt dus mee om een prijs te winnen. Indien het lukt aan de Surinaamse organisatie om de meeste kinderen zeg maar bij elkaar te brengen in totaliteit. Tijdens dit event, World Kids Athletics en World Kids Athletics Day. En op de verschillende locaties, dat zijn de dagen dan 5, 6, 7 mei en 12 mei is dan het slot. Hiermee besluiten wij ook deze aflevering van de Koffiepraat. We zijn er morgen weer met een nieuwe Koffiepraat, maar dan zit hier een andere presentator. Goedemorgen.